from the London 2012 Paralympics. This is Quartering Media's Daily Update. Goedenavond, dames en heren in Nederland. Welkom vanuit Londen. Dit is dag 5 van de Paralympics. Vandaag brengen wij u de beelden van tafeltennis, zitvolleybal en een spectaculaire baanwieleronderdelen. Dat kan ik u wel vertellen. Even nog een paar dingetjes rechtzetten. We hadden gehoopt dat we alle dagen de camera mee het park in mochten nemen en ook het Excel park in mochten nemen. Dat mocht niet. En we hebben dat opgelost, maar dat betekent dat u ook nog foto's van ons te goed hebt. Die krijgt u zo snel mogelijk. Gelijk over naar de tafeltennishal, waar gespeeld werd om de bronzen medaille. Gespeeld Duitsland en Frankrijk. Florian Herrier uit tegen Thomas Schmidberger. Ja, moeilijke namen, niet zo goed in. Thomas Schmidberger. En die Thomas Schmidberger die is goed bezig, want die zou de derde plaats en daarmee dus de bronzen medaille halen. In een goede sfeer, moet ik zeggen, het lijkt of er weinig publiek zit, maar het publiek zit hoog achter ons. Er ging een fantastische sfeer in, een soort jaarbeursachtig complex. Dat mag ook wel gezegd worden, het zag er perfect uit. Thomas Schmidberger dus brons bij tafeltennissen. Dan gaan we zitvolleyballen. Zitvolley de dames van land tegen de Oekraïne. En u weet het nog dat de dames van de Oekraïne Rotterdam is kampioen werden. En Nederland was natuurlijk op revanche berust. De eerste set kreeg van terecht, moet ik zeggen. Al snel was Nederland achter de feiten aan het lopen. En dat bleven ze ook. Totdat het op een bepaald moment ging lopen. 15-15, 18, 20-20, 23-23. En 24-24 was het. Dat natuurlijk dat er het een en het ander moest gaan gebeuren. 25 tegen of 24-26 de eerste set naar de Oekraïne. Dan gaan we kijken de tweede set. Daar ging het in één keer lopen voor de Nederlandse dames. De tweede set met het Nederlanders die zich luid van zich liet horen. De tweede effect werd gewonnen door de dames met 25-15. Hier het setpoint. En hier is in één keer een soort ace. 25-15, daar was het in gezicht. De laatste twee sets naar de Oekraïne, zodat Oekraïne wint van Nederland met 3 tegen 1. Dan gaan we naar het baanwielrennen. In een prachtig veld gezegd worden. Afgeladen, stampvol. En een sfeer om te zoenen. En dan bij baanwielrennen even wat uitleggen. Je ziet een tandem. En dat heeft natuurlijk een betekenis. De achtste dame of heer, en in dit geval zijn het heren, de renner is blind. En die moet natuurlijk gepiloteerd worden. En dat wordt gedaan dan de voorste man. Een mooi onderdeel. En is gezien en ik ben prachtig voor de wielersport. De dames. In de teamsprint. En hier dus is het handicap op een ander zichtbaar. Maar goed, een handicap heb je eigenlijk niet. Want je bent topsport bezig. En zoals zo vaak geldt ook dit jaar mensen, dit is topsport. Tegen de Chinezen. De Britten. En dan staat het stadion natuurlijk heel op zijn dak.
de eerste man of de eerste dag ervan wordt gelost. En de tweede dame gaat dan er ook al af in de volgende. En dan mag de laatste uit overnemen en afmaken, om het zo maar te zeggen. Nog één ronde voluit knallen. Snelheden tot dik in de 60 km per uur worden hier gehaald. Dan klinkt het schot. En dan is er een nieuw wereldrecord gereden. En in een spectaculaire race. Wat een perfectie. Nieuw wereldrecord.